Kamer u gaat mee niet voor de Rijkstoezicht. Ga mee om dat Rijkstoezicht. Ja, en dan gaat het vanuit dat zo. Dat gaan we op een andere manier. Ja, maar dat is niet de goede manier. Ja, want dat is polderen namelijk weer. En dan zien we dus nu al dat het niet werkt. Ik wou het eventjes met u hebben over de omgevingsdiensten. Ja, want wij krijgen nogal veel berichten in onze mailbox van mensen die zeggen het klopt voor een meter. We zijn ook bij een aantal mensen langs geweest in dit land. En wat dan telkens blijkt is eigenlijk dat er niet gehandhaafd wordt. Zelfs niet als er rechterlijke uitspraken zijn. Over bijvoorbeeld een ene slachterij die te veel doet. En waarvan de rechter zegt dat kan helemaal niet. En dat blijft dan maar jaren en jaren doorgaan. Ja. Met andere woorden, de omgevingsdiensten die kunnen hun werk niet doen. Of doen hun werk niet. Hoe komt dat? Nou ja, we hebben natuurlijk geconstateerd dat de omgevingsdiensten op een betere manier moeten gaan functioneren. En dat is ook de reden waarom we aan de commissie van Aartsen hebben gevraagd. Ja. Om dat dus goed te onderzoeken. Dat heeft hij gedaan, hè? Ja, 10 aanbevelingen zijn er uitgekomen, ja. Die we ook overnemen. Op eentje na die we iets anders invullen. Want de commissie van Aartsen geeft aan dat ze vinden dat er echt rijksregie moet zijn. Ja. En wij zeggen van het is net belangrijk dat die omgevingsdiensten en de lokale overheden zelf ook versterkt worden. Zodat zij heel toegepast in hun gebieden, die ze natuurlijk beter kennen dan dat je het vanuit het Rijk doet. Dat zij zorgen dat het milieutoezicht op een goede manier wordt ingevuld. Ja, en een betere manier dan tot nu toe het geval was. Ja, dat is een aardige gedachte natuurlijk, maar dat is een achterhaalde gedachte. En we hebben nu de afgelopen jaren gezien dat dat dus niet werkt. Nee, maar daarom gaan we ook de omgevingsdiensten versterken. Om ervoor te zorgen dat ze op een betere manier gaan toezicht houden en gaan handhaven. Ja, maar het stelsel werkt op deze manier niet, zegt Van Aartsen ook. En daar kunt u wel gaan versterken. Ik heb hier ook al met Van Aartsen natuurlijk over gesproken. Ja, hij is diep teleurgesteld, hè? Hij is heel blij dat de aanbevelingen worden overgenomen. Nee, hij is diep teleurgesteld. Hij zegt wel ook dat... ik heb hem ook uitgelegd waarom we bepaalde dingen niet als Rijk gaan doen. Waarom kiest u er niet voor dat u zegt, ik kies toch voor die Rijkstoezicht, want dan zorgen we er in ieder geval voor dat wat er nu gebeurt, namelijk langslepende affaires met bedrijven die maar gewoon door mogen gaan en dat er wordt gezegd, het mag niet wat u doet, maar weet u wat, u krijgt nog 4 weken de tijd om het wel op orde te krijgen. Dan krijgen ze daarna weer 4 weken de tijd om het op te brengen en daarna krijgen ze weer en het loopt jaren en jaren en jaren. Het werkt op die manier dus niet. Maar daarom gaan we ook al die aanbevelingen overnemen. Nee, u gaat niet voor de Rijkstoezicht. Ga mij om dat Rijkstoezicht. Ja, en dan gaat dat gaan we op een andere manier. Ja, maar dat is niet de goede manier. Ja, want dat is polderen namelijk weer. En dan zien we dus nu al dat het niet werkt. We gaan 2 jaar de tijd nemen om samen met die omgevingsdiensten, met de provincies, met de gemeente, ervoor te zorgen dat het toezicht en de handhaving daadwerkelijk flink verbetert. En u kunt erop vertrouwen dat ik ook wel echt een vinger aan de pols ga houden. Dat dat op een onafhankelijke manier gebeurt. Want ook ik wil natuurlijk dat Nederland schoner, veiliger en gezonder wordt. Als de omgevingsdienst is daar volgens mij voor de omgeving. Wat nu steeds vaker blijkt, is dat de omgevingsdienst er lijkt te zijn voor de bedrijven. Ik ben wel iets minder somber gestemd dan u, hè? Want er gaan ook een heleboel dingen... Ik zie het zelf, ik kom ook in het land. Maar er gaan ook een heleboel dingen goed. Er gaan ook een aantal dingen niet goed. Daarom hebben we ook gezegd, het moet beter. Nee, goed, maar ik heb niet dat ik geen vertrouwen in u heb. Maar ik heb geen vertrouwen in het hele verhaal dat u zegt, we nemen dat over, maar we laten eigenlijk het meest essentiële stukje laten, doen we niet. Ja, ik ga ervan uit dat het niet de laatste keer is dat we elkaar hierover spreken. Als het goed is, gaat in de loop der tijd, hè? Want het zou wel een keer fijn zijn ook, om een keer voor het laatst spreken. Ja, niet omdat het ongezellig is, hoor, maar dat er ook een keer wat gebeurt. Nee, ik snap het, maar hoop doet leven. Maar ik weet natuurlijk dat wij elkaar hier vaker over zullen gaan spreken. En dat is ook heel goed. En ik zou willen voorstellen om ook in de loop der tijd een vinger aan de pols te houden. Om te zien welke stappen we wel al allemaal gezet hebben. Om uiteindelijk te zien dat het ook beter gaat met de leefomgeving in Nederland. Ja, beter en ik zou nu echt naar de ministerraad. Maar beter zou natuurlijk zijn als u zegt van wij spreken elkaar hier nooit meer over. Want ik ben kordaat en ik doe wat het belangrijkste is. Maar dat ga ik sowieso ook doen. Dus misschien is het niet nodig, maar we gaan het zien. Sterkte. Tot ziens.